Mitchell Paulussen, de laatste wedstrijd van SC Cambuur in de Eredivisie en ook jouw laatste voor SC Cambuur. Met wat voor gevoel sta je hier dan? Toch wel blij gevoel. Hele dag hoop je zeg maar op dit scenario, dus het was gewoon al een beetje een aparte dag. En je hoopt gewoon dat het een mooie dag is om af te sluiten met supporters ook. En ook veel jongens die ook weggaan. Dus uiteindelijk daar had ik hier wel voor getekend vanochtend. En het is gewoon een mooie tijd geweest. En vanmiddag was ook gewoon een leuke wedstrijd. Heel veel jongens waarmee jullie dat succes hebben beleefd van de afgelopen jaren, die stonden ook in de basis. Het leek wel alsof jullie met elkaar hadden afgesproken, jongens, wat er ook gebeurt, we gaan nog één keer knallen met z'n allen. Ja, tuurlijk. We hebben wel gezegd van, we spelen met de OG's. Dus je ziet gewoon dat wel een bepaalde ondergrens in het team vandaag zat. Niet eens dat we zo goed speelden, maar ik weet niet, er zat gewoon bepaalde geef in en ook veel voetbal. En ik ben gewoon ontzettend blij dat bijvoorbeeld Roberts een goal maakt en David ook helemaal blij van hem. En dan zie je ook dat hoe iedereen zo blij is voor de jongens, dat we wel, dat we wel dicht bij elkaar zijn gebleven na zo'n jaar. En dat zegt ook wel veel, vind ik. Dus het blijft ontzettend zonde en het doet ook wel een pijn hoe dit jaar is gegaan. Maar ik heb wel vriendschappen voor het leven gemaakt. En als je die jongens dan bijvoorbeeld, die maken nog een goal of die spelen vandaag nog een goede pot, dan kun je het wel mooi afsluiten. En volgens mij is het ook heel veelzeggend over deze club. Wat er dan na afloop ook gebeurt, dat jullie toegezongen worden, toegejuicht na zo'n seizoen. Dat is toch eigenlijk ongelooflijk. Ja, dat zegt gewoon genoeg over deze club. En dat is ook gewoon het moment 1 dat ik hier binnenkwam, heb ik me echt op mijn plek gevoeld. Dat is mij ook veel waard. Ik kijk gewoon terug op een hele mooie tijd. Wel een beetje Cambuurhart gekregen. Ja. Paulussen hooligan klonk het toen je van het veld afging. Werd je toen ook even emotioneel of niet? Vooral na de wedstrijd. Dus als je daar zo staat, dan gaat gewoon alles even komt voorbij. Alles wat je hebt meegemaakt. Gewoon de veel pech wat we hebben gehad in lege stadions. Dat twee keer kampioen, negende in de Eredivisie. Ook nog dat dit jaar komt ook voorbij dat je denkt van ja, het is zo zonde dat we het niet gehaald hebben. Terwijl ik nog steeds vind dat wel had gekund en ook wel gemoeten. Maar ja, dan komt alles los en dan kon ik de tranen niet bedwingen. Wat ga je het meeste missen aan Cambuur? Gewoon het normaal zijn en het rauwe en een beetje grimmige, gewoon, ik weet niet. Het is gewoon, doe maar lekker normaal en een beetje gas geven, zoals hij zegt. Nee, dat ga ik wel missen. We hebben gewoon zo'n leuke groep gehad en ook normale jongens. Dus ik ga eigenlijk wel veel missen. Dat komt goed. Ik zal nog vaak komen kijken als het kan. Dat komt goed.